Dit is het Wie is de Mol journaal met Wie is de Mol Pro. Yo mensen, in deze video bespreken we de hints en theorieën van aflevering 5. Ben je nieuw hier? Abonneer dan zeker zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe video's van Wie is de Mol. Goed, laten we maar snel beginnen met de hints en theorieën. Holy moly, wat een aflevering. Toch, Hila? Dit is wel echt, sorry hoor. Holy moly, deze bergen. De titel van de aflevering was Kettingreactie. De kandidaten die vastgebonden zaten aan de kettingen kun je hieraan verbinden, aangezien ze aan de kettingen zaten vastgebonden. Kettingreactie. En de reactie die opriep bij bijvoorbeeld Everon was heel geïrriteerd. Dat kun je ook zien als een kettingreactie. Maar Sahil en Freysia die zaten in het vliegtuigje. En doordat zij een zakje naar beneden gooiden, konden de kandidaten op de grond hun bevrijden. Dus dat is ook weer een kettingreactie. Opdracht 1. Uit de lucht gegrepen. Mikken, gooien, oppakken en zoeken. Dat was de bedoeling bij deze opdracht. Allereerst een anti-molactie naar Thomas. Hij vindt namelijk als eerste kandidaat het geld en mag op de boot stappen. Daarnaast vindt Laetitia ook geld en stapt ook op de boot. Lijken volgens mij gewoon twee normale kandidaten die geld verdienen voor de pot. Vervolgens vroeg ik me af wat Kim eigenlijk aan het doen was. Die nam namelijk gewoon even een mollerbad onder de opdracht. Is niet handig. Hila voor iemand. Wat was jouw informatie nog een keer? Weet je hoe duur dit is, dit spul, als je het in een potje moet kopen? Dan heb ik nog wel een goede theorie over Kim. Kim moet namelijk het zinnetje richting groen 3 meter doorgeven. En een mol heeft tijdens de executie altijd een groen scherm. Heeft de productie er expres voor gekozen om Kim de kleur groen te geven? Opdracht 2, Zwanenmeer. Oké, wie is de molmakers? Let even op. We hebben nu al heel veel hints gehad met muziek, opera en alles. En toch blijven jullie die hints er nog steeds in proberen te proppen. Als je in een Laetitia-tunnel zit, dan past dit perfect bij je theorieën. Alleen, ik vind dit veel te opvallend. Maar goed, als Laetitia dan de mol zou zijn bij deze opdracht, Zwanenmeer, dan zou je Zwanenmeer gewoon kunnen koppelen aan een theaterstuk waarbij je eigenlijk moet dansen. Maar Laetitia past daar heel goed bij, omdat het natuurlijk over muziek en theater gaat. Dan kom ik even op iets heel raars. We zien namelijk in een shot 22 euro. En vervolgens Thomas die dat bordje probeert op te pakken, die zwaan mee probeert te nemen. Kijken we hier naar de mol van het 22e seizoen. Dan Laetitia en Everon die maar 4 zwanen vinden en die vervolgens ook nog problemen krijgen met de portofoon. Kijk maar eens even goed wat Everon hier aan het doen is. Oh, ga los. Ga los. Heeft hij de portofoon op een ander kanaal gezet? Dan Kim en Sahil. Waarbij Sahil weer lekker rustig aan het doen was. Hij was lekker aan het genieten in de zon. Rustig pootje baden in het water. En volgens Kim deed hij dat expres. Zodat hij lijkt als een kandidaatmol. Dus Sahil is voor mij ook niet de mol. Aan het einde van de video heb ik daarnaast ook nog een hele goede... Nog een anti-mol actie richting Sahil. Die best wel interessant kan zijn voor de Sahil-tunnels. Dan wijst Kim zich nog even zichzelf aan met It's Me. It's me. Maar vervolgens verdienen Kim en Sahil wel allebei nog de zwanen. Doordat ze snel op tijd, binnen de tijd, de zwanen binnen hebben gebracht. Opdracht 3. Tijdsbeeld. Kim krijgt ineens de voorkeur van de groep om toch maar voor alles en niets te gaan. Terwijl in het begin iedereen zegt van nee. Maar Kim die zegt, nou we gaan voor alles of niets, dus hoppakee. In eerste instantie kan er dan meer fout gaan. Zoals er bij Everon en Thomas gebeurde. Thomas die het adelaarsbeeld gleed bij Thomas uit zijn handen. Dus ze zetten hem neer. En Everon laat hem te vroeg los. Waardoor Thomas al het gewicht krijgt. Waardoor Thomas het niet meer kon houden. Waardoor het beeld op de grond soort van viel. En daardoor brak er een vleugel af van de adelaar. Nou, dit is één ding wat er zou fout kunnen gaan. Het kan een molactie zijn van Kim om dat te zeggen in het begin van de opdracht. Maar het kan ook zeker een molactie zijn van Everon of Thomas om het beeld te laten sneuvelen. Zodat er misschien toch nog niks verdiend zou worden. Dan bespreken we deze week niet de testresultaten.
Aangezien ik daar een uitgebreide video over wil hebben nadat aflevering 8 van Wie is de Mol is geweest. Zodat ik een beetje kan bespreken van goh uit alle afleveringen samen. Maar ik heb nu nog een goede anti-mol actie richting Sahil, wat ik zei. Wat misschien wel kan aantonen dat hij sowieso niet de mol is. In de online serie Niet de Mol gaat Splinter zijn bot altijd langs bij de afvallers van een aflevering. Deze week ging die langs bij Hila natuurlijk. En daar maakte Hila een hele interessante opmerking. Maar voor mij hielp het wel dat mensen me op een gegeven moment vertrouwden. Want ze vertrouwden me ook wel bepaalde dingen toe. Zo wist ik ook dat ze heel nog een vrijstelling in zijn schoen had zitten. Had hij het gewoon verteld? Hoe zit dat? Nee, dat... Ja, dat ook. Ze zegt namelijk dat zij zoveel vertrouwen in de groep had, dat heel veel mensen haar ook dingen vertelden. En dan noemt ze iemand, een kandidaat, die een vrijstelling in zijn schoen had gedaan en dat hij hem nog had. Dat vertelde die kandidaat aan Hila. Dan denk je misschien, waar slaat dit op? Nou, in de aflevering zelf zien we namelijk dat Sahil uit zijn schoen een vrijstelling haalt. Hij doet namelijk letterlijk zo. En hij haalt zo de vrijstelling eruit. Maar waar wil ik hier mee heen gaan? Ik wil hier mee heen gaan dat Sahil dus Hila heeft vertrouwd in het spel. En dat Sahil dus eigenlijk gewoon een kandidaat is. Als mol ga je toch niet zomaar dit soort opmerkingen of zo vragen aan Hila. Je kunt het wel doen als mol, alleen ik weet niet waarom zou je dat doen? Waarom zou je als mol dat doen? Dit is een hele goede theorie om even over na te denken. Op mijn Instagram staan ze sowieso nog beter uitgelegd als je helemaal niet snapt waar ik het over heb. Dus ik zou zeker even op mijn Instagram kijken om hem te begrijpen. Tot zover weer genoeg informatie over deze aflevering. Voor nu, abonneer voor meer. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Laat me vooral weten wie jouw mol is op dit moment. En dan zeg ik, laters.